Vol trots zit Stijn de Gier op de tribune bij de Australian Open, waar Zijn Collins is doorgedrongen tot de kwartfinales. Ongelooflijk als je bedenkt dat ze elkaar voor dit toernooi pas één keer hebben gesproken. Nou, heb ik één keer met Danielle gefacetimed rondom kerst. En voor je het weet zat ik in het vliegtuig naar Brisbane waar we zijn gestart. Daar heb ik ook voor de eerste keer gezien. En nu staan we in één keer in de kwartfinale van Australian Open. Het leven van de Bossenaar staat volledig op zijn kop. Ja, zeker. Ik zat gewoon lekker vertrouwd in Sertogenbosch natuurlijk. Met al mijn vrienden, lekker daar een cafeetje, drankje doen, et cetera. En nu ben ik gewoon vooral on the road, zullen we maar zeggen. En ben ik eigenlijk iedere week in een ander land. Dus ja, totaal verschillend leven dan dat ik had. De Gier geeft normaal tennisles in Den Bosch. Ervaring met coachen op dit niveau heeft hij niet. Hij kan bijna niet geloven dat hij nu echt in Australië is. Ja, tuurlijk. Dat is wel even knijpen van, hey, ben ik wel echt hier of zit ik nou echt gewoon nog steeds in mijn slaap in Den Bosch in mijn bed?